Γεια. Spannend te doen, maar het is toch toch weer gelukt. En dat vind ik ongelooflijk leuk en fijn. En geeft me een meer een goed gevoel, niet alleen mij, ons allemaal. Welkom jullie als gasthouders. Welkom kinderen, moet ik eigenlijk in eerste instantie zeggen. Jullie komen hier bij ons. Hartelijk welkom. En welkom dames en heren van de PES. En ook welkom onze begeleiders, die zitten er achterin stil te zijn. Dobro došli u Holandiju svima. Malo smo umorni, ali imamo mnogo volje za ovaj odbor, pogotovo za djecu. I uvijek je dobra ideja djecu u Holandiju dovesti na odbor. Želio bih da dobrodošlicu poručim i novinarima i fotografima koji su ovdje prisutni. Hvala. En natuurlijk als laatste hartelijk welkom aan onze vrijwilligers, want die zou ik niet noemen, maar als laatste en niet als eerste noemen. Maar goed, dan draaien we het spitsje terug. Želio bih da se zahvalim i našim volonterima koji su ovdje prisutni. Hvala na primjer. En natuurlijk ook welkom aan onze burgemeester, mevrouw Salet, tegen onze ambassadeur. En zij was vandaag, of is vandaag, weer graag een van onze gasten om de kinderen welkom te heten. Želio bih se zahvaliti na gradonačelniku grada Spajkenisa, gospođi koja ovdje stoji, mefrau gospođa Salet, ona je ujedno i naša ambasadorka za organizaciju i gospođa će da progovori koju riječ dobrodošlicu. Hvala. Ja, beste kinderen, beste pleegouders, beste vrijwilligers, allemaal heel hartelijk welkom in het theater in Spijkenisse in Nissewaard. Wij vinden het altijd een eer om jullie in ons mooie theater te mogen ontvangen. Draga djeco, dragi pratioci, dragi roditelji koji primate djecu, dobrodošli u teatar Stup Spajkeniseu. I za nas je velika zahvalnost vas primiti kao domaćina u našoj zemlji. Hvala. En het fijne van dit theater is dat je heel goed uit het raam kunt kijken. En als je uit het raam kijkt, dan zie je waarom jullie kinderen geluk hebben. Want het wordt, misschien wel net zoals in Bosnië, de komende dagen in Nederland heel erg mooi weer. Šta je lijepo u ovome teatru? Lijepo je to što su svugdje stakla, tako da možete pogledati vani kao i u Bosni. Pošto će ove sedmice biti lijepo vrijeme, nadam se da ste uživati u lijepom klimatu u Holandiji. En ik weet dat jullie de komende twee weken een heel mooi en gezellig programma krijgen. En ik hoop dat jullie daarbij ook heel veel plezier zullen hebben. Nadam se da ste u naredne dvije sedmice dobar program provesti i da ste dosta i mnogo volje imati što tiče programa kod roditelja i aktivnosti. Maar ik wil ook graag wat zeggen tegen de vrijwilligers en tegen de ouders van de pleeggezinnen. Want het is goed om te horen dat er dit jaar weer voldoende gezinnen waren die zeiden, nou wij vinden het wel fijn om twee weken één of twee kinderen uit Bosnië in ons gezin te hebben. En de stichting heet natuurlijk Kinderhulp voor de Putten Rozenburg, maar inmiddels zijn er ook gezinnen uit Barendrecht, uit Rome. En het is heel fijn om te zien dat
concreet in de regio er bereidheid is om zoiets moois voor elkaar te doen. Šta je posebno lijepo da je organizacija našla dovoljno roditelja koji su spremni da djecu prime na odmor naredne 3 sedmice, što je još ljepše da je širnije regiju, roditelji su širnije regija su prihvatili djecu od Barendrehta, Spajke Nise, Ostvorne, Brile. Posebno je lijepo vidjeti da nikakvih problema nije bilo što tiče pronaći roditelje koji će djecu primiti naredne 3 sedmice. Als het kreeg in je hart, dan is er ook plek in je huis. En dat bewijzen jullie als regelsingen. Daarvoor bedankt en ik hoop dat het voor jullie ook samen met de kinderen 2 geweldige weken mogen hebben. Heel veel succes. Želim se zahvalim svim roditeljima koji su djecu primili naredne 3 sedmice i da provedu naredne 3 sedmice sa djecom lijepe trenutke i želim im mnogo uspjeha u ovome. Hvala. Dakle, hvala za mnoje govore. Hvala.